slechte tijden. Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden. Liefde leidt je. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven slaat je niet. Oh, soms geluk en soms verdriet. Hou je oogjes open? Ja. Ja? Kijk in de spiegel, alstublieft. Beweeg naar links, alstublieft. Zo. Identificatieakkoord. Kom maar mee. Ja, Sjoerdje. We zijn er bijna. Zijn mijn been. Ach, wat naar. Ja, het is al heel lang uit, want hij is met een vriend naar bed geweest. Ga maar eventjes zitten. Ja, dat is niet zo leuk. Zou ik je opkomen halen? Ja. Heb je me gesproken? Ik dacht dat we dat onderwerp voorlopig lieten rusten. Hij heeft jou nou nodig. Mij? Ja, ik kan het niet. De vraag het dan aan Jef. Jef, die kan zijn vragen niet beantwoorden. En ik wel zeker. Je bent zijn vader. Help me nou, totdat ik het zelf kan doen. Help hem. Het is goed. Nee. Oké, ik zal naar hem toe gaan. Zo, eet smakelijk. Dennis, er klopt helemaal niks van die bonnen. Die ene was aan de tafel 5 en die andere was aan tafel 3. Ongelooflijk. Dennis, zet even op het bord dat de risotto erop is. Wat, mankeert er iets aan je handjes? Ik weet niet waar jij je krijtjes bewaart. Dat weet ik eens iets wat jij niet weet. Ach, meneer is kwaad. Hey, ik vond het gewoon beter dat je het van je moeder zelf zou horen. Ja, het is nooit mijn bedoeling geweest om het extra pijnlijk voor je te maken. Nee, ga jij nou maar een pan risotto maken. Hè? Kijk eens, Mikkel. Je moet wel eten, hoor. Gehaktballen? Je moet kracht hebben als je Sjors terug wil winnen. Io sono Charlie Sanders. Io sono Charlie Sanders. Io sono Charlie Sanders. Kut Italiaans. Wat ben je aan het doen? Hey. Oh, ik had iets laten vallen. Oh. Wat ben je vroeg thuis? Ja, ik moet zo nog naar een directievergadering, maar ik kom jou alleen even een cadeautje brengen. Alsjeblieft. Oh. Hoewel ik er zeker zelf zoveel plezier aan ga beleven. Wat lief. En jij wilt dat ik dit ga aantrekken? Oh, yes, please. Is dit hoe jij mij ziet? Als een snol? Oh, nu. Als dat zo was, dan had ik wel eetbaar ondergoed gekocht. Hou op! Sorry, hoe moet je vader mij ooit respecteren als zijn zoon me behandelt als een hoer? Gaat dit weer over mijn vader? Dit gaat niet over je vader, dit gaat over mij. Ja. Ik wil serieus genomen worden. En dat gaat hier echt niet meer lukken. Steek het maar in je hol. Jij blijft hier even zitten, ja? Zo. Ben ik weer, schat. En deze keer gaat het me lukken.
Geef maar hier. Hey. Nou. George. George. Het is Jack. Kom maar even binnen. Het is Jack. Kom maar. Het is Jack. Ja. Nou. Zo. Moeilijk. En dan ga je nu weer even slapen. Ja. Ja. Weet jij waar George is? Nee. Hoezo? Nee, laat maar. Jack. Jack, er is iets. Ze is weg. Is dat het? Ik weet het niet. We hadden een afspraak. Ze is niet thuis en ze neemt de telefoon niet op. Augusta. Die heeft hier niks mee te maken. Deze keer niet. Hoe weet je dat zo zeker? Zo recht. Hoofd schuin. Benen achter. Referans. Hoofd schuin. Referans. Torso recht. Ah, fuck. Wow. Kind of you. It's like cup of tea, kind of you. Cup of tea. Say cup of tea. A cup of tea. No, no. A cup of tea. I wanted to take this. I wonder where Mrs. Pierce gets it. Jullie hebben de memo ontvangen? We behandelen dezelfde punten. Dus over 5 minuten beginnen. Mag. Je bent laat? Sorry, ik moest een korte tussenstop maken. Je bent er in ieder geval. Afgelopen week vroeg me af of hier nog wel werkte. Omstandigheden in de privésfeer die mijn aandacht vroegen. Dennis? Laura's ongeluk en een nieuwe zoon, dat kun je moeilijk geheim houden. Zoals ik al zei, privé. Mijn werk zal er niet onder lijden. Heb je me gesproken? Je hebt echt een bord voor je kop, hè? Nee, gewoon interesse. Jij? 2 jaar geleden wist ik niet wie Ludo Sanders was. Ik weet uit eigen ervaring hoe pijnlijk dit voor jullie moet zijn. Oké. Ik bemoei me met zaken die me niks aangaan. Fijn dat het duidelijk is. Het is alleen moeilijk je mond te houden als je weet dat deze zaken ook wel eens een happy end kunnen hebben. Charlotte Fischer. Danielle Mus. Zo, ben jij ook nog steeds in het land? Ja, maar nu ik jou gezien heb, kan ik weer met een gerust hart vertrekken. Tja, wat zou je er ook verder nog te doen hebben als blijkt dat je ex die je o zo graag terug wil, je broer blijkt te zijn? Moet wel een schok voor je zijn, of niet? En trouwens, het is geen Charlie Fischer meer, maar Charlie Sanders. Ik ben inmiddels getrouwd. Is deze nou kleiner dan de vorige? Is je ego weer gegroeid? Het was gezellig.
Janneke Dubois. Inderdaad. Och, u lijkt echt precies op de foto uit uw boek. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat u er ook echt zou zijn vandaag. Nou ja, het was korte termijn, maar ik had tijd over, dus... En de uitdaging ga ik niet graag uit de weg. Nee, dat begrijp ik. En vooral niet als het lekker betaalt. Mevrouw Sanders, praten over geld is volstrekt taboe. Laat dat een eerste les voor u zijn, hè? En deze is nog gratis. Verder is het een goede gewoonte om u eerst voor te stellen voordat u aanschuift. En dat pas te doen als u daartoe wordt uitgenodigd. Charlie Sanders. Janneke Dubois, aangenaam. Gaat u zitten. Dank u wel. Sorry dat we niet bij mij thuis konden afspreken, maar mijn man mag hier echt niets van weten. Wat verwacht u eigenlijk van mij? Dat u binnen een week een dame van me maakt. Een week. Ja? Dat is onmogelijk. Maar we kunnen het natuurlijk altijd proberen. Dat dacht ik ook. Sorry. Weet je wat? Ik bemoei me voortaan helemaal niet meer. Ja, maar ik zei toch sorry? Oké. Excuses aan. Vroeger, hè? Amen. Had die schaal tegen de muur aangesmeten. Hey, ben je er nog? Dacht je dat ik wegging zonder afscheid te nemen? Dat niet, maar het is toch goed om te zien dat niet alles veranderd is? Helaas niet. Wat? Niks. Heb je Robert nog gesproken? Nee, gelukkig niet. Ah, zo erg is hij echt niet, hoor. Oké, ik zal er niks meer over zeggen. Ja, als iedereen dat nou deed, dan was er niks in de hand. Is dat het plan? Doodzwijgen? Zwijgen wordt onderschat, Daan. Zeker als er alleen maar gelogen wordt. Niemand die zegt hier eigenlijk wat hij echt meent. Toch? Mijn sleutel. Hallo, iemand? Hallo? Ja. Kom maar even. Zijn er? Hou je even goed vast? Ja, ik voel me niet zo lekker. Oké, dan ga je zo meteen. Ik voel me niet zo lekker. Zo, het gaat wel weer, hè? Nou, wacht even. Wat ik. Wat is er? Hey. Ik moet even wat drinken. Want ik voel me niet zo lekker. Dat komt toch goed? Ik hou even wat drinken voor je, ja? Wat doe je hier? Ja, ik hoorde je berichtje. Ik ben meteen gekomen. Hé, hey, schatje, hoe gaat het? Ze drinkt geen alcohol. Nou, vandaag blijkbaar wel. Moet je in de regen? Ik moet gaan. Het gaat nu wel weer, toch? Nat. Zeg, wat is hier gebeurd? Ik weet het niet. Ik ben hier net pas. Joe! Zo,
Mag ik open doen dan? Jack. Wat doe jij hier? George. Hey, jij hebt hier niks te zoeken. Oh. Ik blijf. Oh. Hey, Dian, wat doe je? Ik weet dat het... Jij komt vast niet voor mij. Nee, ik kom ook niet voor mezelf. Is die jongen er? Kan ik even met je praten? We wilden eigenlijk gaan sluiten. Het duurt niet lang. Ik wist niet dat het voor dit soort gelegenheden een dresscode was. Ik kom van een vergadering. Laura heeft gevraagd om even bij je langs te gaan. Gelukkig. Ik was wel bang dat je hier voor jezelf was. Ze is bang dat je het niet in je eentje redt. Moeders, hè? Altijd bezorgd. Zeg maar tegen Laura dat ik mezelf er wel doorheen sleep. Ik ben het alweer vergeten. Geheugenverlies. Ik begrijp dat dit voor jou allemaal één grote grap is, maar Laura geeft echt om je. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Ze heeft het mij alleen maar verteld, dat ze bang was dat ik anders met mijn zusje naar bed zou gaan. Dat is niet waar. Nee? Als ik niet met Daantje was geweest, dan was dit nog steeds haar kleine geheimpje gebleven. Ze was in paniek. Ze wou je beschermen. Bullshit. Mijn familie ligt op het kerkhof. Ik was bij Arnie. En ik voel me meer verwant met hem dan met jullie. We hebben namelijk allebei hetzelfde meegemaakt. Hij heeft rust en dat wil ik nu ook. Rust en nou opgelazerd. Ze wordt wakker. Wat doen jullie hier? Waarom heb ik op de bank geslapen? Nee, ik hoopte dat jij me dat kon vertellen. Dian. Wat is er met Dian? Ze zei tegen me dat ik ontvoerd zou worden door Augusta. Nee, ik weet het niet zo goed. Het is allemaal nogal vaag. Hey, George. Probeer goed na te denken. Hé, wat is er gisteren gebeurd? Ik was in Scala. En Dian was er ook. En ze ging weer weg, maar ik voelde me niet lekker. Dus... En waar naartoe? Ik weet het niet. We reden. Was het lang? Was het kort? Ziekenhuis. Neem de tijd. Papa. Check, we waren in de cryo. Hij is een ongelofelijke bottenboer. Dennis doet zich gewoon wat stoerder voor dan hij is. Wat dat betreft lijkt wel op jou. Zeg, nou moet je ophouden. Ik ben in ieder geval blij dat jij die eerste stap hebt gezet. De eerste en de laatste. Wat mij betreft zijn we uitgepraat. Dat meen je niet. Wat kwam er gisteravond dan doen? Ik kwam voor Laura. Dat heb ik al 10 keer gezegd. Waarom geloof je me niet? Omdat het niet waar is. Pap, Arnie zal altijd jouw zoon blijven. Hou Arnie hier alsjeblieft buiten. Waarom? Omdat hij er niks mee te maken heeft. Als dat zo is, waarom doe je dan zo moeilijk? Charlie. Dag meneer Alberts. Deze zijn voor Laura. Oh, wil je niet even binnenkomen? Nee, excuseer mij. Kunt u deze misschien aan haar geven en haar van harte beterschap wensen? Namens Nick en Charlotte Sanders. Dank u wel. Let eens weg. Verdomme, Dian! Jack, waarom knippen al die lampjes?
Ik hoor de koeling niet. Hij is uit. Wat? Zet hem aan. Ik heb geen zin. Wat, zet hem aan! Wat zit je met een stom aan te kijken? Het is te laat. Nee. Hij is ontdooid. De koeling mag niet langer dan 1 minuut uit. George, het is te laat. Het heeft geen zin meer. Blijf bij George. Waar ga je naartoe? Wat denk je? Waar is Dian? Dian, waar is ze? Weg. Weg? Ja, die is gisteravond laat vertrokken. Ze zei dat ze een paar dagen tussenuit wilde. Domme! Oh, ik was al bang dat je in een rolstoel thuis zou komen. Dat gebeurt toch meestal als jij in het ziekenhuis ontslagen wordt? Of... Is dat alleen in Amerikaanse series zo? Wat is er? Je had het beloofd. Ik heb het beloofd en ik heb het gedaan. Meneer Tuinman heeft me duidelijk gemaakt hoe de situatie is. Hij heeft geen enkele behoefte aan contact en ik vind dat prima zo. Dus het is verder jouw probleem. Het is ons probleem. Ach, Laura. Hij hoort bij ons. Onzin. Geen kans geven. Laura, hou alsjeblieft op. Maar waarom? Omdat ik een godsgruwelijke hekel heb aan die jongen. Vond je ze niet leuk? Je houdt toch van Rolls? Dan kun je iets nog dommer zeggen? Klaar? Dan ben ik aan de beurt. Hou je mond! Je hebt toch niks boeiends te melden. Ik wil dat ik helemaal niet praten.